Het was lekker druk dinsdagavond bij de relatiebijeenkomst van de vrienden van de jeugdopleiding van FC Groningen. Die vrienden werden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst verrast met een ingelaste persconferentie. Tijdens deze persconferentie werd bekendgemaakt dat FC Groningen verdediger Roland Baas zijn eerste contract heeft getekend met de FC voor de duur van 1,5 jaar. De 18-jarige Baas is afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Groningen. Ja, dat is geweldig. Dat is een mooi gevoel. Net zo geweldig als je debuut in de Kuip. Dus ja, een beloning is hartstikke mooi. Dat debuut maakte Baas als A-junior in de Kuip tegen Feyenoord op 5 oktober van het vorig jaar. Hij verving toen Nick van der Velde. En completeert Baas de defensie van Groningen. Wanneer hoorde je dat je een contract zou kunnen tekenen met FC Groningen? Nou, we hadden al voor de winter hadden we gesprekken erover. En ja, het is allemaal snel en goed verlopen, dus ja, dan is nu dat moment. In 2008 kwam jij bij de club. En je kwam toen niet in de onder 12 in de D2, maar jij kwam in de D1. Wanneer ga je dan je debuut in Euroborg maken? Ik hoop zo snel mogelijk, dat lijkt me ook echt geweldig. Nou, staat er ook een bericht op de website dat je zegt van nou, je wilt je natuurlijk verder ontwikkelen. En mocht het zo zijn dat het nodig is om verhuurd te worden, dat je dat niet erg vindt? Nee, zeker niet. Maar natuurlijk in eerste instantie wil ik bij FC Groningen slagen. En als dat via een omweg moet, dan is dat geen probleem. En uiteindelijk FC Groningen wil ik altijd halen.